Kralingen is tot stand gekomen door een onwaarschijnlijke samenloop van omstandigheden. Eén grote massa van welwillend luisterend publiek. Ik speelde een beetje bluffpoker. Ik zeg, ik ben bezig met een festival in Nederland. Ik denk dat er toch wel 60.000 man op het veld stonden, hoor. De sfeer was zo relaxed, zonder enige wanklank. Ik ga een soort Woodstock proberen te doen in Nederland. We waren gewoon ontzettend blij dat we daar speelden. Maar daarna reed ik me naar het Kranichse Bos. Ja, George, dit is het. En we speelden daar graag. De deal was gauw gesloten. Dus. Artistiek was het natuurlijk een groot succes. Iedereen maakte ruimte voor elkaar. Echt een droom. Dat festival in een paar maanden tijd met één telefoon uit de grond gestampt.